Ik denk dat je dood bent. Waarschijnlijk. Hoogstwaarschijnlijk ben ik dood. 10 jaar geleden werden we bevrijd in 1945. We hebben de meester de oorlog. Vertel ons van de oorlog. Ik ben meester geworden. Ja. Ik wil vertellen. Spannende verhalen wil ik vertellen. Van het kanon, de tuin van tante Anna. Het tekeerging in de nacht tegen de Engelse vliegtuigen. Die op weg waren naar Duitsland om een bom af te werpen. Ik speel Tuur. De oude Tuur en de jonge Tuur. En dat is mijn hoofdpersonage. Denk hoe je eruit zou zien als je niet was doodgegaan in de oorlog. Zo dus. Denk je. Tuur is een jongetje. Woonachtig in een dorp. En met een vriendinnetje. En leeft in de tijd van de oorlog. Is hij opgegroeid. En dat vriendinnetje en hij krijgt verkering en dan hoort geheimen vertellen erbij. En dan komt hij erachter dat ze vriendinnetje Joods is. En dan verliest hij haar. Om het even heel... Dan groeit Tuur natuurlijk op. Dat is zeg maar in het boek. En dan groeit Tuur uiteindelijk op. En is hij een docent en puzzelt nog steeds met zijn verleden. Wat zegt u? Een Engelse piloot die al helemaal niet... Mijn vader is niet gek. Over brutaal gesproken. Jij was echt brutaal. Tegen Lambert Nijssen. Dat stomme joch. Die riep zomaar, jij wil vast wel met mij gaan. Midden in de klas. En toen riep jij, met jou Nijskens, verkering. Nee hoor, ik chance niet met NSB-zoontjes. Dat zei ik niet. Nee, je zei, ik chance niet met peuters. Als ik NSB-zoontjes had gezegd, dan hadden we nooit meer mogen schuilen in de kelder van zijn vader. Ik speel zijn vriendinnetje. Ik speel Maartje. Nou ja, ik heet eigenlijk Tamar, maar in het, dat mag niet vanwege de Joden, het is een Joodse naam. Dus ik heet nu Maartje en ik ben zijn vriendinnetje. En ik ben nogal brutaal en ik durf veel te zeggen, want ik kom ook uit Amsterdam. Dus ik ben een stadse meid in het Limburgse grondsveld waar het zich afspeelt, volgens mij wel. Ja. En eigenlijk... we krijgen verkering en dan vertel ik hem dat ik Joods ben. En dan gaat het mis, helaas. Ja. Oh, mensen. Maar geen Maartje. Maartje, waar zit je? Ik zie je niet. Meisje staat bij de deur en loopt de boer te commanderen. Mark Voort, iedereen aansluiten. Mevrouw Raamrecht, zet op uw man. Kinderen en raamhekkers, doorlopen. Iedereen binnen. Maatje, meneer de familie Holtemans is nog niet met een nichtje Maatje. Nou, wat bijvoorbeeld mij opviel was dat er ten eerste kenden ze daar natuurlijk geen hongerwinter. Maar er was bijvoorbeeld wel de angst, zeker in de laatste jaren, er kwamen er regelmatig Engelse vliegtuigen over die dan naar het Roergebied gingen om te bombarderen. Alleen lieten ze vaak de bommen te vroeg vallen. Want ja, vooral 's nachts. Ze hadden natuurlijk heel slecht zicht en de radar was er nog nauwelijks, dus dat ging wel eens mis. Dus mensen moesten heel vaak 's nachts hun bed uit in de kelder in. Een ander verschil is bijvoorbeeld dat de NSB een behoorlijke aanhang had in Zuid-Limburg. Dat was een van de provincies waar de NSB heel hoog scoorde. Maar aan de andere kant zaten er ook heel veel mensen in het verzet. Want vanuit Zuid-Limburg was een smokkelroute van Engelse piloten die dan... De grens over werden gezet naar België en dan via een geheime route Frankrijk, Spanje en dan zo terug naar Engeland. En dat had je dus eigenlijk allemaal in dezelfde gemeenschap. Dus aan de ene kant zeg maar de NSB en aan de andere kant de verzetsmensen. En dat leefde daar door elkaar. Dat wist soms ook vaak dingen van elkaar. Het was vaak familie. Dus dan, ja, daar moet je dan een beetje tussendoor manoeuvreren. En ik dacht, hoe hebben kinderen dat ervaren? Hoe is dat nou om kind te zijn in zo'n situatie? Als je bang bent... En je trilt als een riet. Moet je niet gaan rennen. Moet je blijven staan. Dan gaat het vanzelf weer weg. Vindt het er niets meer aan. Hou voor. De voorstelling is eigenlijk... 10 jaar later, precies. Dus het boek is in 1943, 44, 45. En de voorstelling speelt zich af in 1955.
Dus de Tuur is volwassen geworden en heeft zijn leventje, probeert hij een beetje op orde te krijgen. Ja. Voorbij. Ik was zo bang. Ik ook. Waar gaat je vader naartoe? En je broer? Leo! Waar ga je heen? Tante Anna. Zouden we jullie niet eventjes wachten tot het sein veilig wordt gegeven? Dat is behoorlijk heftig. Ja, het gaat toch over een flink stuk geschiedenis. En ja, over de gaskamers, over de Joden, Hitler. Daar moet je toch ook enige kennis van hebben dan, denk ik. En kinderen vanaf 9 jaar kunnen daar denk ik wel in meegaan. Zeker op de manier hoe wij het spelen. Dat gaat wel lukken. Net goed? Nee, het was afschuwelijk. Ze werd kaal geschoren midden op straat. Lambert stond te huilen. Iedereen schreeuwde en joelde. Gelukkig kwam er een legerwagen aan met een Amerikaan en Nederlandse soldaten. Die stuurden iedereen weg. En familie Nijsgers werd meegenomen. Lambert ook. Lambert ging naar een pleeggezin. Ik heb hem nooit meer gezien. Hem ook niet. Ik denk dat hij nog wel leeft. Ik ben blij dat ik hem nooit meer heb gezien. En wel het mooie is, het wordt afgewisseld met herinneringen uit het verleden natuurlijk. En ze hebben het samen natuurlijk wel ook super bizarre momenten meegemaakt. En grappige dingen als een ontsnapt varken. Een ontsnapt varken en een eerste zoen. Een eerste zoen. Ook niet, dat is ook heel spannend. Dat is een andere spanning. Spanning. Dus ik denk dat het vooral een hele spannende voorstelling gaat worden. Dat gevoel heb ik zelf. Ja. Precies. En een als een vormen. Dus leuke, optimistische, gretige spanning. En het verliefd zijn spanning. En gewoon de dreiging natuurlijk. Ja. Als ik jou verzonnen heb, waarom spreek je me dan tegen? Misschien omdat jij jezelf niet gelooft. En waarom zou ik mezelf niet geloven? Wat deed jij toen zijn vader Jood niet? Stomme Lambert aapte gewoon zijn vader en zijn broer na. Weet je wat hij zei toen je weg was? Dat het maar goed was, omdat jij hier niet op school hoorde. En toen? Heb ik hem in elkaar geslagen. Meester! Tuur en Maartje zijn te laat! Ik ben niet blind, Lambert, maar dankjewel. Nee, maar wie hebben we daar? Raammakers Holtermans, waar komen jullie nou helemaal zo laat vandaan? Meester, we waren op weg naar school. Ja, op weg naar school. Nou, dat begint in elk geval. En toen, Raammakers. Toen zagen we een vliegtuig. Ja, ik hoor het al. De smoesjes zijn op. Ah, dat is boven zeg. Dametje Holtermans wil ook wat zeggen. Maar voor mij is eigenlijk het belangrijkste is, en dat heb ik dus in mijn boek geprobeerd te doen, en dat is ook, zit ze ook zeker heel nadrukkelijk in de voorstelling, om te laten zien aan de toeschouwers, zowel kinderen als volwassenen, het is echt een familievoorstelling, dat oorlog eigenlijk iets anders is dan spanning en sensatie. Vaak hebben kinderen het gevoel dat spannend oorlog en schieten en vechten en noem maar op. Dat oorlog vooral is dat je mensen waar je veel om geeft, of mensen waar je van houdt, die kun je zomaar van het ene moment op het andere moment kwijtraken. Nou, vrouwtje uit Holland, vertel me. We zijn eventjes gaan kijken bij het vliegtuig dat is neergehaald door de moffen. Duitsers! Holtermans. Het zijn Duitsers. Nou, gaan we weer verder met je verhaal. En dit keer een beetje normaal. We zijn eventjes gaan kijken bij het vliegtuig dat is neergehaald door de Duitsers.
doodgeschoten. Oorlog is natuurlijk van alle tijden en we leven hier gelukkig in een vrij land en in een vrij werelddeel. En er zijn hier jarenlang geen oorlogen meer geweest, maar er zijn natuurlijk heel veel plekken waar het wel gebeurt. En ik denk dat het goed is dat kinderen die kant van de oorlog ook zien, terwijl het absoluut niet een loodzware voorstelling is. Er zit ook humor in. Er gebeuren ook hele spannende dingen, gebeuren grappige dingen. Maar ja, de boodschap is wel aan het eind van je raakt iemand kwijt waar je veel om geeft, waar je van houdt. Ja, maar we weten het natuurlijk niet zeker. Het kan ook zo zijn dat ze hebben er neergeschoten en gevangen genomen. Ja, maar er was nog een ander. Dat zei die andere Duitser. Jetzt haben wir fünf. Nur noch einer und wir haben die verdammte Engländer. Nou, meester. Die zullen ze ook nog wel te pakken krijgen. Laat dat maar aan de Duitsers over. Stilte! En we hebben een stukje kunnen zien, een kwartier. Hoe keek u daarnaar? Kippenvel. Ja, ik had natuurlijk nog helemaal niks gezien. Ik had natuurlijk wel wat op papier gezien. Maar dat daar ineens jouw figuren tot leven komen. En dan ook dat je denkt, ja, zo zouden ze, zo heb ik ze eigenlijk wel bedacht. Ze komen ook heel dicht bij wat ik in mijn hoofd had. Hè, toch tamelijk doortastende Maartje Tamar. Hè, die toch de Hollandse die in Zuid-Limburg terecht is gekomen. Dus die de mond open durft te doen. En aan de andere kant ook zich heel goed kan inleven in andere mensen. En Tuur, ja, de jongen uit het dorp. Die toch wat onhandig is en verlegen. En aan de andere kant toch wil laten zien aan Maartje dat hij niet bang is. Want dat is hij niet. He, maar die nuances, die zie ik nu al in dat kwartiertje al helemaal terug. Dus ja, dat is gewoon een hartstikke goed gevoel. Overmans, zwijg. Ik wil niet dat je over dat soort dingen praat. Later, als je groot bent, zul je wel begrijpen hoe het in elkaar steekt. Daar ben je nu nog veel te klein voor. Ik ben in zijn gedachten, dus hij, net als dat je een herinnering wel, dat het wel is als je ergens heel druk mee bezig bent, dan plopt soms ineens een herinnering in je hoofd. En dat zien we in de voorstelling gebeuren de hele tijd. Dus hij is Ture schoolmeester en hij probeert een les voor te bereiden over de oorlog. Ja, en ik hoor daarbij. Dus ik plop de hele tijd te pas en vaak ook te onpas in zijn hoofd. En dat geldt niet alleen voor jou, Lambertmeisjes. Dat geldt voor iedereen. En wat de laatkomers betreft, jullie zijn 8 minuten te laat. Dat vermenigvuldigen wij hier altijd met 3. Dat is 24. Dat is afgerond een half uur. En een zuur begin van de vrije woensdagmiddag. En wat dat vliegtuig aangaat, besef wel dat zo'n ding zijn bommen vallen laat op honderden onschuldige Duitse vrouwen en kinderen. Meester, die Duitsers gooien toch net zo goed bommen? Ik bedoel... Zwijg!